Vandaag een zeer exclusieve rondleiding. Welkom bij Victor Vlogdown. Ik sta hier voor de deuren van Studio 100 en ik wou toch eens even een kijkje komen nemen hoe dat het hier is ondertussen. Dus we komen binnen in het totaal van een verrassing en hier staat natuurlijk direct alles volgens de regels. De handshell, ontsmettingsshell, alles om corona-proof te zijn. Dus ik zal ook even beginnen met mijn handen te ontsmetten. Hè. Ja, we komen direct bij een van de belangrijkste plekken in het bedrijf, namelijk de refter. Het is toch belangrijk om goed te eten, want zonder naft kun je niet rijden. Hè? Dus voilà, hier eet iedereen 's middags. Frank, alles goed? Perfect. Hier is dus de keuken en daar is Christine. Christine is de grote baas van de keuken. Is toch wel waar, Christine? Ja. Wat je zegt, hè? Ja. Hier liggen normaal dessertjes, ijsjes, fruit en een stukje taart. Maar nu helaas niks, niks, niks. Nog belangrijk in een bedrijf, het sanitair. Ja, hup. Alles veilig, netjes. Je ziet ook onderweg allemaal figuren van Studio 100 staan. Dat zijn maar de bijfiguurtjes. Dus bijvoorbeeld hier, zo ziet er dus een loge eruit hier. Als de artiesten dan tussen de opnames door even willen rusten of even niks te doen hebben, dan kunnen die in hun loge terecht. Hier is een green room, zoals ze dat zeggen. Hier is bij de chillruimte. Ook als er opnames aan de gang zijn, maar het is even pauze of iemand heeft een scène niks te doen, dan kan je hier iets komen eten of even rusten of teksten leren natuurlijk. Ook niet onbelangrijk. Studio 1 en Studio 2. Ik stel voor dat we eens even in de studio gaan kijken. En in Studio 2 staan de decors van Campus 12, waar dus de opnames plaatsvinden. Hup. Dus je ziet, dat gebeurt hier allemaal in de studio's. Ik ben even een rondleiding aan het geven. Leuk, hè? Ja, en dat brengt ons bij de volgende ruimtes. Mijn persoonlijke favoriet, de balletsalen. Waar ik ook tijdens mijn glansrijke Dancing with the Stars periode menigmaal nog na de uren ben komen repeteren. Nu, de meesten onder jullie weten waarschijnlijk dat dat toen helemaal niks heeft uitgehaald dat ik dat hier kwam doen. Kijk, ja, er zijn dus natuurlijk ook heel veel shows die gegeven worden. En daar hebben we heel vaak ballet bij. En die komen dan hier onder andere repeteren. Toch raar dat ze mij nog nooit gevraagd hebben om mee te dansen in een productie eigenlijk van Studio 100. Blablabla. Alle producties die natuurlijk het publiek te zien krijgen en waar we nu al een stukje van de voorbereiding gezien, die worden natuurlijk nog op veel andere manieren voorbereid. En dat brengt ons tot de bureauruimtes. Die zijn hier. Hier heb ik zelf ook een aantal jaar gewerkt. Ja, er is zelfs volk aan het werk, zie ik. Kom even een rondleiding geven. Er zijn toch nog mensen aan het werk hier? Ja, want het is de eerste dag dat we hier terug zijn. Serieus? Ja. En content? Of ben je al heimwee naar huis? Ja. Allee, succes hè? Ja. Ik zal even hier beginnen. Dat is hier wat ze eigenlijk de creatieve afdeling noemen. Hier zitten de scenaristen. En hier zitten de artist managers. Die zitten daar. En mijn zus. Die haar bureau is hier. Moet lachen, want ze heeft hier ook een prachtige foto van hangen, zie ik net. Mooi. Misschien moet ik een leuke boodschap achterlaten voor haar. Voilà, dat is toch altijd leuk, hè? Hier hebben we allemaal vergaderkotjes. Hier is de plopvergaderzaal bijvoorbeeld. Dat brengt ons hier bij de afdeling theater. Hier worden dus productioneel alle theatershows voorbereid. Maar ook de ticketing zit hier en de marketing. Dus er is wel heel wat te doen. Ik heb hier zelf ook gewerkt als productieassistent voor theater. En dan was hier mijn bureau. Het is wel even geleden ondertussen. Nee, wacht, waar zat ik nu weer? Ah ja, hier. Voilà. Dat was mijn stoel. Dan zat ik hier zo. Hier staat ook een leuke pooltafel voor iedereen die even zijn hoofd te vol heeft met werk, die kan ontspannen. En dat brengt ons tot het kantoor der kantoren, namelijk het kantoor van niemand minder dan ons vader. De deur is op slot, dat is jammer, maar niet toevallig. Weekendsleutel bij. Hier is zijn kantoor. En niet toevallig zie ik alweer een belangrijk dossier op de tafel liggen. Ja, en dat is ook eigenlijk zijn hoofdbezigheid op zijn kantoor hier. Dossiers, dossiers, dossiers. Hij heeft ook al heel mooie foto's op zijn bureau staan. Hier zijn mijn zus en ik toen we nog klein waren. Hier is Marie. En dat ben ik. You are so beautiful. En ik zie ook dat hem hier toch een beetje echt aanwezig is. Kijk, hier staat hem ze. Oei. Ik vind dat echt het engste bord dat er bestaat. Ik meen het, kijk. Vroeger hadden ze dat voor de grap ergens anders gezet. Ik ga dat even terug installeren. Ja, dus dan kwam er binnen. En dan, als je zo in een eerste moment naar boven keek, dan was hij nu precies aan het spioneren. Ja, ik moet zeggen, ik vind dat die bureau mij best goed staat eigenlijk. Papa, maak je geen zorgen. Ik zal het hier allemaal wel voor u oplossen, jongen. Komt goed. En ik zie jullie morgen terug. Bye bye.